camera, want dat is echt super chill. Want dan zie je in ieder geval een beetje wat hier allemaal staat. Ik hoop niet dat mijn bril te veel weerspiegelt, de ringlamp. De ringlamp te veel weerspiegelt. Ik ga gauw beginnen en ik ga jullie even een tour laten zien van mijn kledingkast. Want oh my god, het is echt dramatisch. Het is echt hoog nodig dat ik dit nu ga opruimen. Ik heb chill outfit aan, gewoon een legging en een shirt. Want ik ga niet in mijn spijkerbroek en strakke shit mijn kledingkast opruimen. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ik heb geen idee hoe lang deze video gaat duren. Ik ga jullie nu de ravage laten zien. Dus ben jij benieuwd, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met de vlog, wou ik zeggen. Dat is het niet. Dan gaan we beginnen met de video. En volgende week komt gewoon weer de weekvlog online. Ik ga jullie even een toertje geven. Zo lijk ik echt net een spook. Oh my god, floor. Oké, ik moet zeggen, ik heb het heel lang niet meer uitgezocht. En dat is al genoeg. Dus oké, laten we beginnen. Oké, ik ga gewoon beginnen met de bovenste plank. Ik ga dit nu allemaal op de grond zo gooien. Uitzoeken van oké, dit hou ik en dit gaat weg. Let's go. Oh mijn god, dit is toch erg. Oh. Moet je nagaan dat dit alleen nog maar jurkjes zijn en broeken. Houden, wegdoen, twijfel. Deze jurk zit binnenste buiten. Een hele leuke rode jurk met flare mouwen. Houden. Ik heb een skaterrok, laatst nog aangehad toen ik sushi ging eten. Houden. Ook een rok. Die draag ik dus niet meer. Dit zijn echt van die dingen wat je 2 jaar geleden allemaal droeg. Maar... Oké, deze heb ik de hele zomer niet gedragen. Deze ga ik bij twijfel doen. Favoriete zomerjurkje, die hou ik nog wel. Deze ga ik wegdoen. Lange geliefde jurk. Twijfel. Leren rokje rood. Draag ik eigenlijk nooit. Ik vind hem wel heel leuk. Dus deze ga ik wel houden. Dit kokerrokje of skaterrokje. Ik ben wel lekker bezig. Skaterrokje. Zwart. Deze ga ik wegdoen. Want deze is mij gewoon te groot. Te wijd. En daarom draag ik hem niet. Omdat hij afzakt. Dus deze ga ik streng doen. Wegdoen. Oh ja. Mijn lievelingskleur. Lichtroze. Maar het is echt heel mooi. Maar hij is een beetje aan de korte kant. Ik ga naar de twijfel. Dit gymshootje houden. Houden. Oh ja. Deze heb ik gekocht, maar nooit aangehad. Oh, je wel 1 keer aangehad. Oh, wat slecht zeg. Oké, deze ga ik sowieso houden. Dit is een wit spijkerhoekje. En dan zitten hier van die scheuren. Vind ik wel heel mooi. Maar ik moet hem wel volgende zomer aan gaan doen. Dus deze ga ik wel houden. Dan deze broek. Die had ik vandaag aan. Maar hij wordt dus aan de korte kant. Of hij is aan de korte kant. Maar weet je, ik vind hem nog wel heel leuk. Hou ik ook nog even. Oh, die heb ik net nieuw. Dan nog een Zara broek. Oh ja, dit was mijn lievelings. Die had Manon Tilstra ook. Maar ik ga hem wegdoen. Er zit overal haar. Want ik draag hem niet meer. Dus deze hele mooie broek. Deze is echt heel mooi. Maar ik draag hem niet meer. Dus deze ga ik wegdoen. Die flare broek houden. De spijkerbroek altijd goed. Deze ga ik wegdoen. Dit was een zwarte spijkerbroek met gaten in de knie. Te vaak gedragen, ben ik erop uitgekeken, weg. Ook nog, binnenste buiten alweer, een zwart jurkje. En dit vind ik zo leuk met een riem en laarsjes voor in de herfst. Dus deze hou ik ook. Favoriete broek. Vamos wanted. Dus die hou ik ook. Houden. Deze broek, oh mijn god. Deze droeg ik best wel vaak. Van de Zara. Hij is zo leuk, maar ik draag hem niet meer. Dus deze ga ik wegdoen. En dit is een item wat ik 4 jaar lang, 5 jaar lang denk van... Ik ga hem wegdoen en dan nee, ik hang hem toch. Want ik doe hem toch nog wel aan, maar dat doe ik niet. Dus nu ga ik hem echt wegdoen. Deze met gaten in de knieën. Super leuk. En hier van die scheurtjes. Deze ga ik wegdoen. Oh, en mocht je benieuwd zijn wat ik daarmee doe. Met dingen wat ik wegdoe. Dat zet ik allemaal op United Wardrobe. En mijn Instagram pagina van kledingverkopen.
Zet ik allemaal linkjes van in de beschrijving. Mocht jij geïnteresseerd zijn in een van de items, dan kun je die aanschaffen. Voor een klein prijsje, want ik wil er gewoon van af. Last but not least, dit. Kijk, ik heb dit gekregen van een PR-bureau. En nu lijkt het net een pyjama-broek. Heel wijd en zo en zo. Ik moet zeggen, kijk, daar hoort dus een topje bij. En dat topje is zo schattig. Zo, hartstikke leuk voor de zomer. Maar die broek vind ik helemaal niks. Dus deze ga ik op twijfel doen. En dan gaan we door naar het volgende. Ik ga nu even alles opvouwen en opnieuw in deze la doen. Of in dit la, ik noem het een la, op deze plank. En dan gaan we verder met de hangen. Nou, dat past net. Ik ga hierna, als ik alles heb opgeruimd, de tour doen. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik nou alles heb ingedeeld, dat zie je op het eind. Ik ga nu verder met de hangers. En ik ga er iets naar doorheen, anders is dit video echt super lang. Dus ja, laat ik beginnen. Deze hoort niet op de hangers, maar bij de truien. Dit ook weer binnenstebuiten. Echt, ik ben zo lui. Ik moet dat gewoon goed ophangen. Maar dit zijn items dat ik nooit draag. Dit zwarte wel. Dit is gewoon zo'n zwart shirtje. Met van die strepen erop. Dus die hou ik wel. Maar deze groene vind ik te kort. Dus daarom doe ik hem nooit aan. Want dan zit ik de hele tijd in mijn broek goed te doen. En het schiet niet op. Dus van de River Island, deze gaat weg. Hetzelfde geldt voor dit. Dit gaat ook weg. Hetzelfde geldt voor dit shirt. Kijk één keer hoe weinig. Dit is het enige wat ik hou. Oké, dat wordt shoppen. Nu gaan we door naar wat hieronder ligt. En dat kan ik niet goed zo filmen of laten zien. Dus ik ga even de camera verschuiven. Ik heb de camera even naar onder gedaan. Ik ga nu dit uitzoeken. Ik ga alles er weer uithalen en kijken wat weg kan en wat niet. Oh, mijn sporttas. Die was ik al kwijt. Ik ga wel veel weg doen. Mag ik hebben? Nou, als jij het leuk vindt. En die. Daar. Zo, ook deze is helemaal schoon en helemaal weer netjes. Ik ben wel tevreden tot nu toe. Oh mijn god, ik heb echt heel weinig. Kijk dan. Oké, next. En door. Het is hier trouwens één bende. Dit is mijn statief. En ja, nou, let's go. Dit ding vind ik heel leuk voor festivals of zo. Deze ga ik houden. Deze ga ik wegdoen. Dit is zo'n kanten ding wat ik over je bikini kan doen of zo. Nou, dat draag ik niet. Deze draag ik sowieso. Dus deze ga ik ophangen. Deze hou ik nieuw. Ook deze heb ik vorige zomer heel erg veel gedragen. En ook is gekrompen. Hey, weet je, ik doe hem nu toch niet aan. Dus ik hou hem gewoon in. En dan zie ik volgende zomer wel weer of die weg moet. Waarschijnlijk wel. Dit is een hemdje wat ik heel lang heb. En eigenlijk nooit meer draag. Dat vind ik helemaal niks. Nee. Thank you.
vak. Dit hoort eigenlijk een beetje de pyjama chill kleding vak te zijn. Sportafdeling. Erg, want dit zit helemaal vol. Met deze erbij. Met sport-BH's. Want ik hou van sport-BH's. Deze bandeau die gaat weg. En verder hou ik alle sport-BH's. Deze heb ik ooit van mijn vader gekregen. Ik zeg zo, papa ging naar New York. Ik zeg zo, pap, wil je een New York shirt voor me meenemen? Zegt hij, ja, tuurlijk. Komt hij thuis met glitter, I love New York. Dus dit is mijn pyjama shirt. Allemaal weg. Oude meuk. Komen we bij het laatste aan alweer. Dat zijn mijn truien. Top! Draagbare truien en chill truien apart. Eigenlijk niet zo leuk meer. Het is een hele zachte grijze trui met hier ook een pof. Maar ik vind deze niet meer leuk, dus deze gaat weg. Deze is van mijn vriend, een XXXL of zo. Die heb ik gestolen. Ik draag die toch niet, dus hè, dan draag ik hem wel. Dit is echt de beste trui ever. Lekker groot hoodie. Top. Van wie zou deze toch zijn? Nog een trui voor je gepikt. Deze mocht ik van je hebben. It's a wrap! Ik ben klaar met het opruimen. Ik ga jullie nu laten zien hoe het is geworden. Hoe ik het heb ingedeeld. Wat ik weg heb gedaan. Uiteindelijk toch nog weg heb gedaan. En nog ervan gehouden. En het is zoveel rustiger en mooier en netter en cleaner. Kan ik lekker veel weer shoppen. Dus ik ga jullie laten zien. En deze. Tadaa. I'm happy with it. Hier heb ik al mijn broeken. Letterlijk dit. Dus ik weet wat ik kan gaan halen. Broeken. Ook al moet ik zeggen dat ik spijkbroeken niet fijn of niet echt heel mooi vind bij mezelf. Ik heb er maar één ook. Dus ik hou echt wel van aparte flare broeken en zo vooral. Dus hier ben ik wel tevreden over. Maar ik wil wel nieuwe dingen, want het kan nog helemaal tot het plafond. En hier heb ik al mijn rokjes en jurkjes, wat echt niet meer paste. Helemaal tegenaan gepleurd. Dus dat is dat. Werkkleding en mijn hardloopkleding. Dat is hier. Dan heb ik hier mijn panties en het voorbroekje van mijn vriend als hij komt slapen of whatever. Sokken, chill sokken, dus echt dikke sokken en riemen. En hier toilettasjes en daarachter mijn e-spack. Dit is nu echt wel zo clean. Hier heb ik mijn truien, hierachter chill truien. Hier heb ik mijn leggings en daarachter mijn werkkleding. Hier heb ik de sportafdeling met mijn sport-BH's en daarachter sportlegging en broekjes en hemdjes en shirtjes. Hier heb ik mijn pyjama's en daarachter die chill, fluffy pak. En hier zomerdingen zoals hemdjes en korte broekjes en daar mijn ondergoed. Dus top! Dit is wat ik allemaal weg doe. Echt
van alles. Truien, broek, allemaal nieuw, jurkjes, hemdjes, spijkerbroeken. Het is echt mega veel. Nog een zwarte spijkerbroek met gaten. Echt van alles. En heel veel bikinis. Ik ben er helemaal klaar mee. En jurkjes. Dus dit is echt superveel. En dit is wat ik er dan toch nog van hou. Dit rozige mooie. Off the shoulder en deze. Dus dat is het enige wat ik hiervan hou. En dit gaat echt allemaal weg. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan alvast een duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Volgende week komt gewoon weer een weekvlog online. En die week daarop ook. Dus nu loop ik een beetje vooruit. Heel erg bedankt voor het kijken. En kun je kopen op mijn United Wardrobe. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!